Wij zijn twee mannen. Er is 10 dan in. Ik zal tijd geven. Greg, echt hem achteruit. Nick is daar. Nick. En het is 1-1. Ja, ja. En we zitten terug in de match. Projectie van Greg. Ik krijg er bij zijn mannen en goed achteruit ligt. En Nick was gevolgd. Nick knalt de 1-1 binnen. En die bal op de paal en binnen. Ja, ja. En het is 1-2. Kom op, man! Fijn, kan die bal misschien binnenhouden? Lukt, hij haalt er. Nee, de bal is binnen. Geeft een gevolgd van de tweede paal! En het is 1-3. Ja, ja. Hij heeft hem 1-0 achterstand en ondertussen al weer in 1-3. En nu bal houden, hè? Ja, zit ik echt hier van Stefan. En ja. Ik ben nog binnengeknikt op Steve. Deze keer waren we wel op tijd om te filmen. Bayram, ik heb naar binnen. Ik heb een Kurt, reactie van Bayram. Kurt kapt ook, in de 16 nu. Ik heb hem met links voor doel. Oeh, de bal blijft hangen, niet waar hem orteren. Stefan, Greg. En die bal gaat nog naast. Ja. In de kluts en dan weer een grote mogelijkheid op 1-4 voor Brugge. Reactie van Kurt en Bayram. Leg Wouter, dat Kurt dat gewoon liever een match vandaag? De eerste helft was zowel over en weer. Alle twee waren gewoon gelijk aan elkaar. En in de tweede helft waren we gewoon echt veel beter. Dus we verdienden een uitslag. We verdienden een uitslag. Ja, ik denk de eerste helft. We komen door een stomme goal eigenlijk achter. En we zitten daar goed recht. En we hebben die mannen ook opgevangen. We hebben het, die mannen is zeker moeilijk gemaakt. En in de tweede helft ja, dan liepen we er gewoon over, we waren veel sterker en als we zo blijven spelen, dan kan er nog schoon, kan er veel gebeuren. Hoe was er dan eigenlijk zo moeilijk in de eerste helft? Jij weet dat, want jij ja, veld. Tegen, de wind en dan, ja, de zon. Ja, de wind, de zon. Die mannen, een systeem dat systeem wij niet gewoon zijn. Niet per se een tegenstander. Ja, nee, ja, de tegenstander, dat is ook omdat die een systeem spelen. Dat, dat een beetje anders is dan de meeste ploegen en dat moet even aanpassen. In de tweede helft hebben we dat heel maar goed Rijk. Gedaan. En hoe komt het dan dat de tweede helft wel zo goed ging? Dat ga ik helemaal tegenovergestelde van de eerste misschien helft. Misschien wat meewind nou, ik weet niet waarom het wel goed liep. Ik denk dat we de ruimte die we kregen benutten ja. En we maakten het af. Dus daarom denk ik dat we toch wel zeker verdiend gewonnen. Zeker. En de Haalbrug, de eindronde? Of spelen we nog kampioen misschien? Gaan we zo voort wel. Op deze manier wel. Zo voort wel, zeker weten. Het is stoppen, hè. Bedenkt Wouter en Kurt. Wim? Ja, dat gaan we niet vragen. Willy! Willy! Waarom is het Willy van Lokeren? Je weet niet, dat is weer iets dat hem verzonnen is zeker. En dan Team Melktandje, waarom is het Melktandje? Melktandje, dat is een verhaal van op Berendrecht. Ja, dat mogen we mij toch dan iets vertellen. Ja, dat is de trainer die...
had me verweten voor een melktandje, omdat hij zei van... Is er een botraam gekregen? Van, ja, de last van een melktandje, want je hebt zoveel commentaar. En daarmee zit hij melktandje, en die mannen zei dan ook altijd. Dus... Waarop had hij zoveel commentaar toen? Ja, op Berendrecht, omdat hij had maar aan het zeveren was, die trainer. En ik had het zeveren niet eens een keer ah, terug. Ah, die trainer, dat onze trainer. Nee, Berendrecht trainer, want onze trainer was ziek. Ah, dat is wat. En die zei dat toevallig. Misschien toch nog even over de match ook, of van jullie daarvan? Oh, ja. Ik vond het een heel goed match van Burgt. Ik vond iedereen heel sterk. Er was geen ene zwakke schakel en iedereen die ging ervoor. Dus een heel goed match. Ja, ik ga dat alleen maar bevestigen. De sfeer is echt ongelooflijk. Ja. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur, bij wijze van spreken. Allee, ondanks alle perikelen, bij wijze van spreken. Je ziet dat er echt een hele groep op het plein stond. En vandaag was het oververdiep. 16e man hoorde ook bij de groep nog altijd. Ja, alleen... Als een hele groep is, niet alleen 15 man. Nee, ja. Is, de hele kern. 20 mannen bij wijze van spreken. Dus. Vandaag bij Wim ook zijn eerste match dit seizoen gespeeld. Hoe voelde het om nog eens op het veld te staan? Na een half jaar was dat heel goed eigenlijk. Ik ben nu 2-3 weken terug. Zo blessurevrij. Dat is wel plezant. Ja, hoe lang zijn jullie aan het trainen? 2-3 weken. Is het niet vroeg om er al terug bij te zijn? Eigenlijk wel. Ja, allee, ik wil me nu niet moeien of ik gun het u, maar. Ja, oké, dat is de keuze van een trainer. Maar je komt fysiek mee bij de opwarming dan. Dat heb je gezien, ja. Ja, ik zeg voor 5 minuten kan hij fysiek nog mee. Voor 5 minuten kan hij nog mee. Wim is ook in ieder geval op het middenveld, denk ik. Allee, ik hem toch lopen. Hè. Hoe vond je Wim dat hij op het middenveld? Ja, ik ben in ballen gehad, dus ik kan er geen beoordeling over geven. Maar de Willy is een poefer, hè. Dat... Dat is de Warker, dat is een vechter. Een poefer, zo noemen. Ja, een poefer, hè. Hij zal alles wegtrappen. Hè. Willy, Willy, pak, hij mag alleen niet dansen. Hij mag niet te veel dansen. Kun je dat misschien eens uitleggen? Want... Dansen wil zeggen achteruit komen. Als hij in de vereniging stond, heeft hij altijd de neiging van... Ah, wijken, oké. Okay, heel dicht naar mij te komen, dus dansen. Ja. Dansen, oké, okay, bedankt. En dicht bij een Tim komen is nooit niet. Oké, bedankt Willy en Melktentje. Ja, is goed. We gaan helemaal verder aan museum. Gericht, man van 2 assists en Nick, man van een doelpunt. Wat vonden jullie van de match vandaag? Well, eerste helft was voor ons vrij moeilijk. Waarom? We hadden heel veel wind tegen, die zon hangde laag. Dan die 1-0 tegen. Dan dachten we van, moeten we hier gelijk maken voor de rust. Na de rust voelden we dat we erover konden, ook met die wind mee. Dus we hebben ons best gedaan. Voilà, 1-3 gewonnen. Dus. Ja, inderdaad, ik denk het eerste half uur en dan stonden we nergens niet. En we komen dan achter en dan... Dat was eigenlijk gewoon niet goed in de eerste helft. Maar uiteindelijk dan ben ik toch nog gelijk, juist voor de rust, dat is toch wel belangrijk. En dan wisten we gewoon van, ja, en de trainer was bezig, gelijk spel, maar bij ons was dat gewoon tussen vertrouwen weer of vertrouwen niks. Eén van de twee. Dat is wat ik dacht. Bij de eerste goal waren er precies ook een beetje kwaad terug. Wat was er? Ja, dat is gewoon balaf tegen een eigen ploegmaat. Hè? Nee, ik stond er aan die rechterkant en niks lukte gewoon. Elke actie, ja, dat marcheerde gewoon niet. Ik stond op de linkse kant, ik kreeg een bal in mijn voet en dat marcheerde ineens gelijk niks. En ik zei, meuk, ik moet kunnen recupereren. En die mannen die pakken mij vast. Ik zeg van, oh, kom jongen, balaf. Ja, we hebben het gezien. En de tweede helft was duidelijk veel beter. Wat heeft Frank juist gezegd in de cabine tijdens de rust? We moesten controleren en die kansjes wel gingen vallen. Dus ook met die wind mee, met die zon dat laag stond, dus we moesten blijven drukken. En we zien direct 2-0 gewonnen en maken die vallen. Dus we blijven op onze lange verder gaan en we blijven spelen. En die 1-3 was verdiend, denk ik. En gaan we deze reeks nog lang verder zitten of niet? We gaan ons best voor doen, hè. Tot het einde van het seizoen? De sfeer is keigoed. Ik denk dat die resultaten gewoon blijven gaan. Nu, ik zie eigenlijk niks verkeerd in meer gaan. Gewoon voor elke match. Elke match 3 punten. Daar gaan we voor. Oké, bedankt Greg en Nick. Graag.